7 uur de wekker gaat, maar geslapen heb je niet. Elke nacht weer dezelfde pijn en niemand die het ziet. En je voelt het al, het wordt niks vandaag. Alles staat weer stil voor vandaag. Je hoofd wil wel, maar je lijf kan het niet. En als... We zijn bij Dorien van de Dorinies. En Dorien die heeft een ontzettend mooi nieuw nummer gemaakt voor een hele lieve vriendin van haar. En daar willen wij graag ook wat aandacht aan besteden. En als ik het kon, oh als ik het kon, zou ik de zon weer laten schijnen. En stond jij er middenin. Dansen tot het einde van een nieuw begin. En als ik het kon, oh als ik het kon, zou ik de zon weer laten schijnen. En stond jij er middenin. Dansen tot het einde van een nieuw begin. Dorien, kun jij mij vertellen wat het doel van het liedje is en waarom je het hebt geschreven? En... Ja, dat kan ik zeker. Nou ja, het doel van het liedje is om onze stichting gewoon breder onder de aandacht te brengen. We zijn al vanaf februari bezig om onze vriendin te helpen, om geld in te zamelen om haar stamceltransplantatie voor elkaar te krijgen. Ja, toen kwam de corona in één keer en dan is het best wel lastig, hè, wat je allemaal kan en mag. Normaal zijn wij wel een stel meiden die van alles buiten de deur willen organiseren. Maar vanwege de corona kan dat natuurlijk allemaal niet. Yes. Dus we zijn allerlei acties op Facebook begonnen. En dat gaat supergoed. Alleen het blijft ook een beetje binnen onze eigen kring. Dus ik dacht, nou misschien door middel van een liedje kun je toch net wat makkelijker mensen raken en de verbinding leggen met ons doel. Ja. Nieke komt ook een stukje voor in mijn liedje, in de clip. En ja, ik hoop door middel van mijn klein ingetogen liedje dat ik het breder onder de aandacht kan krijgen. Nieke, wat een mooi gebaar, hè, die vriendinnen. Ja, supermooi. Ja. Heel mooi. Echt wauw, vind ik. Als je zulke vriendinnen hebt, dan... Ja. Dat is natuurlijk geweldig. Ja, je hebt dus MS. Hoe voelt zoiets? Hoe ga je daarmee om? Wat doet dat met je? Ja, dat is vooral in het begin is het heel lastig, want dan krijg je dus te horen dat je MS hebt. En dan denk je, 10 jaar heb ik daar een keer last van. Maar 3 jaar later was ik 100% afgekeurd en dan krijg je gewoon steeds meer inleveren. En dan gaat het zoetjes aan. En ik moet zeggen dat ik het nog redelijk lang best wel vol heb kunnen houden. Maar nu, de laatste tijd, ga ik heel erg achteruit. Mm-hmm. En dat is lastig, want je... wil in je hoofd nog van alles, maar je lichaam zegt gewoon dat het niet gaat. Tja, ja. Naast het slechte lopen ben ik ook heel moe en slaap ik ook heel slecht omdat ik allemaal spasmes heb. En, dus ja, je moet steeds meer inleveren en dat zijn allemaal stukjes die je dan moet gaan accepteren en dat heeft dan toch wel wat tijd nodig. Is dat het moeilijkste dan van het ziek zijn, zeg maar, dat je op een gegeven moment inderdaad dingen in moet gaan leveren om dat te accepteren? Ja. Ja. Daar zit je dan en wat moet je dan? Handdoek in de ring. Maar de vlam die brandt en het vuur ontvlamt tegen beter weten in. En de wereld rijdt door, je weet het wel. Alles gaat door, je weet het wel. Je wil erin mee, maar soms gaat het te hard. Ik ken Nieke eigenlijk binnen onze vriendinnenclub als heel positief iemand die eigenlijk gewoon altijd overal erbij is en gewoon met de gezelligheid mee probeert te doen. Alleen we merken nu wel de laatste tijd dat het gewoon wel steeds moeilijker wordt voor haar om in te haken en met ons mee te doen. Dat probeert ze wel, maar mensen zien niet dat Nieke daar dan wel weer een maand of misschien wel zelfs 2 maanden van bij moet komen. Ja. En als ik het kon, oh als ik het kon, zou ik de zon weer laten schijnen. En stond jij er middenin. Dansen tot het einde van een nieuw begin. En als ik het kon, oh als ik het kon, zou ik de zon weer laten schijnen. En stond jij er middenin. Dansen tot het einde van een nieuw begin. Nieke, de wereldje wordt alleen maar kleiner, hè? En
ja, in zoverre heb ik zoiets van, we moeten nou wel voor de opkomen om te kunnen behouden wat ze nu heeft. Hè. Ze, ja. Ze heeft nu wel een stellage om de been en die sleept behoorlijk. En scootmobiel, rolstoel afhankelijker gaat ze worden. Maar ze kan nog wel, dus ze wil haar eigen zelfstandigheid behouden. Maar ja, helaas heeft de neuroloog gezegd dat alles wat ze medisch waar konden doen, dat eigenlijk ergens ophoudt. Mm-hmm. Dus stamceltransplantatie is eigenlijk het enige wat nog helpt. Als de wereld haar kleur verliest en het leven zich versmalt, dan zou ik 100.000 armen jou laten vangen voor je val. Je hebt het liedje geschreven. Hoe kwam je er zo op en hoe kom je dan op de tekst? En, ja, dat gaat natuurlijk vanuit het hart, lijkt mij. Maar... Ja, vanuit het hart, ja. En, ja. Toen ik het met Nicky had over het oprichten van de stichting, toen had ik al wel een beetje het idee van, oh, misschien, ja, ik had al wel iets in mijn hoofd dat ik een liedje wilde maken. Ja. Maar ja, dat blijft dan bij vage zinnen en zo en dan komt het er ook niet echt uit. En toen waren we bezig met die stichting en door de corona, omdat het eigenlijk alleen maar via Facebook kon, dacht ik van ja, we moeten wel verder komen, we moeten buiten onze eigen vriendenkring komen. Ja. En toen dacht ik wel van, nou ja, muziek is wel een mooi middel om daarin verder te komen, zeg maar. Ja. Dus ik had die flarde zinnen wel in mijn hoofd. En toen met een bingoavond ook iets wat we georganiseerd hadden voor de stichting. Toen zat ik hier buiten en toen kwam er eigenlijk wel een beetje het refrein zo in mijn hoofd. Ja. Dus toen heb ik dat hier binnen gezongen. Ja. Ook al heel spannend. Ja. En ja, toen is Dorien daar eigenlijk ook mee verder gegaan. Ja. En hebben we het samen zo... gemaakt zoals het nu is. Zou ik de zon weer laten schijnen en stond jij er middenin? Dansen tot het einde van een nieuw begin. En als ik het kon, oh, als ik het kon, zou ik de zon weer laten schijnen en stond jij er middenin? Dansen tot het einde van een nieuw begin.